soort van recensie. Een soort van recensie nummer 9. Mijn naam is de Sebastiaan, want er is maar één Sebastiaan. En dat weet jij natuurlijk al misschien wel, dat ben ik. Stag. Het is geen boek, wel een magazine. En nu denk je, maar dat is toch van Lemnisch Kraat? Dat is een magazine van Lemnisch Kraat. Daar staat allemaal propaganda in. Wat is het voor propaganda? Dus Sebastiaan, wat jij betaald om een beetje het allemaal... Nee. Maar waarom ga ik dan... Dat komt omdat die soort van recensie die ik maakte overstag gepubliceerd is in de najaarsbrochure van Lemnisch Kraat, najaar 2021. En dat wordt dan naar alle boekwinkels opgestuurd en ook naar een soort van recensiemakers. Zoals ik. Daar staat gewoon mijn soort van recensie in. Nou, dat vind ik toch helemaal te gek. En nou, dan wil ik die natuurlijk ook wel eventjes voorlezen ook. Want ik voel me natuurlijk super cool daardoor. Nou ja, wat gaan we nog verder doen? We gaan niet te lang ouwe hoeren. Want ik ben nu al hartstikke lang bezig. En dan een soort van recensie. En dan komt de winnaar van het boek De Lange Reis met het Hoofd in de Koffer van Marlene Rebbel en Lucinda Vos. Wat vorige week online kwam. Zo van, hey jongens, dit boek kan je winnen. En daar heb ik een aantal toffe reacties op gekregen. En natuurlijk sluit ik af met een piepklein stukje uit Stag. En dat is een horoscoop. Ja, één horoscoopje voor de gelukkige. Duurt ook maar heel kort. Ik ga gewoon, denk ik, snel beginnen. Denk ik, toch? Ja? Of moet ik gewoon nog even wachten? Doe ik even zo'n beetje zo. Oh, misschien is dit is gewoon een song, joh. Nou ja, ik zet hem uit. Want ik ga beginnen. Stag nummer 1. Het is geen boek. De laatste keer dat ik zoiets heb gelezen of zelfs in mijn handen heb gehad, kan ik me niet eens meer herinneren. Ik denk nog even aan de okkie en de taptoe. Bestaat die nog? Vraag ik aan Melissa. Maar zij kon me verder niet helpen. En terwijl ik deze cover bekijk, weet ik het weer. Ik kocht toen ik 16 was regelmatig tijdschriften over gitaren. En dat was de laatste keer. Ik schiet wakker uit deze nostalgische dagdroom en sla de eerste Stag ooit open. Maar geen manen geven, zeg ik nog vluchtig. Het blijft namelijk een tijdschrift en geen literatuur. Ik lees stukjes uit print- en leesboeken, lees interviews met schrijvers en kom een favoriete illustratrice tegen. Doe een quiz, krijg tekenles, lees een soort van recensie en maak pierogi met chocolademelk. En dan, als ik Stag bijna uit heb, hoor ik een bekende stem. Gozerd, roep ik uit. Ik heb je gemist, bro. Mijn hart slaat een keer over en de fijnste stem van Lemnisch Kraat begint te praten. Oh, het voelt vertrouwd. Gozerd heeft bij mij een speciale plek gekregen en hoop vurig dat hij een vaste plek krijgt in Stag. Diezelfde middag loop ik met dit gebundelde stapeltje papier onder mijn arm over straat en hoor ik ineens achter me: hier staat niet die reclamefolder vermomd als tijdschrift? Het is de vraag van de kritische cynicus, ofwel de zeiksnoor van de straat. Zeurkous, zeg ik tegen de azijnpisser. Is het niet gewoon heel fijn om meer te weten komen over datgene waar je van houdt? En ik zet hem, want het is natuurlijk een man, tussen haakjes grijs / 50 plus, haakjes sluiten, schaakmat. Zie het als vakliteratuur, vervolg ik. En dan gebeurt er iets in zijn zure gezicht. Het woord literatuur doet iets met hem. Het klinkt magisch. Alsof het een validatie is om bij zijn zemelaarsvrienden te gaan zitten pochen hierover. Lemnisch Kraat is immers ontzettend credible.
En het is gratis, roep ik hem nog na. Ik weet dat dat woord ook altijd goed werkt bij dit soort brommende potten. De mopperkont verdwijnt uit het zicht en ik geniet nog even na. Had ik hem even te pakken. Het was fijn om niet over boeken te lezen op een scherm. En al zou het toch stiekem een reclamefolder zijn, dan is het de leukste die er is. Maar echt, dit is toch helemaal leuk als je zeg maar je eigen geschreven stukjes terugleest in dat soort ja, magazines. En ik hoop dat mensen dit lezen en dan zich aangesproken voelen als een man 50 plus en grijs en weet ik veel wat allemaal zijn. Van die boze, gefrustreerde. Later was, had ik er ook al eentje in de podcast. Heb je er niet gehoord? Dan moet je even twee, volgens mij twee terug. Bij ook zo'n Lemmy Skaat boek was dat. Oh, misschien zijn Lemmy Skaat mensen gewoon een beetje zeikers. Dat weet ik natuurlijk ook niet. Niet de mensen die er werken trouwens, hè. Ik wil niet dat mensen denken dat ik dat, denk. Of dat ik dat überhaupt heb gezegd. Nee, die zijn hartstikke lief. Die zijn hartstikke lief. Je zet... Weet je wel. Maar goed. Je bent hier natuurlijk niet om naar mijn gehoor te luisteren. Je wil een boek winnen natuurlijk. Maar... wie heeft dat boek gewonnen? De Lange Reis met het hoofd in de koffer. De Lange Reis met de hoofd in de koffer. Van Marlene Rebbel en Lucinda Vos. Ik had daar een vraag bij gedaan, want... voor degenen die het nog niet weten. Ik werk ook in het Spoorwegmuseum. En deze vakantie vertel ik allemaal verhalen en zo. Dat is hartstikke leuk. Kom vooral nog even langs. Ik heb mijn rooster op mijn website gezet, www.desebastiaan.nl. En dan ook, met een beetje zoeken, dat komt wel goed. Maar de vraag was, wat is jouw favoriete trein en of traject? Want ik heb namelijk dat boek gelezen. Ik stond ook op de achterkant van dat boek, van de Lange Reis. En daar gaan ze een treinreis maken. Nou ja... die zoek ik. Wat ben ik aan het doen, joh? Wat ben ik aan het doen? die maken een treinreis. Dus toen dacht ik, nou ja, wat is dan jouw favoriete treinreis? En of traject? Niet dat, dat ik denk dat je dezelfde reis gemaakt had moeten hebben. Want dat is echt dat is niet zo hele gezellig. Op zich is het ook wel wel. Nee, dat boek moet je gewoon gaan lezen. Maar ik kreeg dus een aantal reacties. En... een van die reacties die gaat winnen. En ik weet natuurlijk al welke, want ik heb het een klein beetje voorbereid. Jij weet dat nog niet. Nou ja, we gaan gewoon beginnen met een voice memo. Margreet stuurde mij een voice memo. Nou, daar komt ie. Mijn favoriete traject was altijd Utrecht-Ede-Wageningen. Of eigenlijk andersom, Ede-Wageningen naar Utrecht. Want dat betekende dat ik mijn vriendje weer ging zien. Want we spraken altijd af in Utrecht. En uiteindelijk is dat ook mijn man geworden. Nou, hoe romantisch. Het is ook nog eens zo dat we in de trein verkering hebben gekregen op dat traject. Nou, zoet toch? Heel zoet. Hartstikke leuk. Daarom dus mijn favoriete traject. En dat was dan meestal in zo'n dubbeldekker. Want die reden er altijd vanwege de vele studenten. Nou, dat was mijn mooie herinnering en mijn favoriete traject, laat ik het zo. Dat is wel heel zoet, hè, dat je dan verkering krijgt in een trein. En waarschijnlijk dus in die dubbeldekker, de DDM. En dat zijn van die dubbelte. En die waren in de jaren 70, eind jaren 70 waren die dus helemaal nieuw. Ja, dat was daarvoor helemaal niet. De DDM-0, de eerste serie, die hebben we in het museum staan. Kom vooral langs. Nou ja, dit is propaganda van het museum natuurlijk. ik kreeg dus ook een geschreven brief. Een geschreven brief. Dat is toch leuk? Die ga ik dan even voorlezen, denk ik. Hè? Denk ik. Nou... ga ik doen. Zal ik het muziekje aanlaten? Dat is misschien wel leuk. Beste de Sebastiaan. Hier bij mijn inzending voor de wedstrijd van het boek met het hoofd in de koffer. Ze vergeet wel, dat geeft niks. Ik wil het dolgraag lezen, dus vertrouw ik jou mijn favoriete trein, tussen haakjes traject toe. De trein IC716 die me elke vrijdagavond van Leuven naar Ieper bracht. En dat is in België.
Ieper, die ken ik wel van die serie Eigen Kweek. Daar heb ik best wel van genoten. In Ieper doen ze volgens mij ook echt iets super raars. Dan gooien ze poesjes naar beneden of zo van een kerk. Nou, ik heb echt geen idee. Maar die bracht haar dus thuis. Vroeger was die trein groen. Met harde bruine banken. Oh ja, want ja, zo oud ben ik al. Ja, ik ben er nog nooit geweest. Dus als ze dat nu zouden hebben, dan zou ik dat ook geloven. Later werd die grijs met zachte zetels om de pijn te verzachten. Als ik op zaterdag of zondagavond weer naar de andere kant moest. Zo, nou, nu weet je het. Niet via mijn stem. Sorry, nee, want dat is... maar dat geeft ook helemaal niet een geschreven brief. Dat is toch een mooi oldschool? Ja, een mooie oldschool handschrift. Bedankt, Kathleen. Ja, mooi muziekje erbij. La 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 la. Zo. En dan kreeg ik nog... Eén reactie, ja, en die heeft dat gewoon heel slim gespeeld. Want, ik geloof er natuurlijk ook wel. Dat is er volgens mij, is dat helemaal niet nep. Oh, even muziekje aan. Is dat helemaal niet nep. Maar die maakt ook gelijk de koppeling naar een boek. Naar een kinderboek. Nou, dan eigenlijk weet je dan al waar het over gaat, denk ik, hè? Daar komt hij dan, hè? Even zien, welke drukte ik nou in? Deze. Hoi, dat is Sebastiaan met Rigoberta. Ik heb even nagedacht over je vraag welke trein mijn favoriet is. En een trein wat op mij indruk heeft gemaakt is de trein uit de Harry Potter wereld. Swinestein Express. En ik heb even opgezocht, dat is een stoomlocomotief met nummer 5972. Wat lief. En de echte naam is Alton Hall. Ik ben heel erg fan. Laat ik even vooropstellen dat ik van J.K. Rowling afstand doe, maar van haar verhalen heel zeker goed. Niet. En ik ben als fan naar een aantal locaties geweest in Groot-Brittannië. En een van die locaties was Hogsmeade, dus waar het station is van Harry Potter. Mm. En dat is in het echt Goatland in North Yorkshire. En daar kon je dan met een stoomtrein een stukje rijden. En dan zag je al het landschap voorbij razen. En dan kon ik me echt helemaal inleven in de wereld van Harry Potter. En dat was voor mij, pun intended, een magisch moment. Dus daarom kies ik dat treindeel. Dat treindeel. Dat is natuurlijk een traject eigenlijk. En een station. En een kinderboek. En heb ik al een trein gezegd? Nou ja, van alles en nog wat. Ja, Rigoberta, stuur me vooral al je gegevens. Nee, niet al je gegevens. Waar ik het boek naartoe kan sturen. Want als je al mijn dit lijkt me, zeg maar, met de AVG en al dat soort dingen meer, geen goed idee. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik hoop dat je ook een soort van recensie... Nee, je gaat niet een soort van recensie schrijven, want dat doe ik al. Schrijf gewoon je bevindingen. dat boek komt dan zo snel mogelijk naar je toe. En nog even over je opmerking over J.K. Rowling, hè. Over, die naam moeten we eigenlijk niet meer noemen. De auteur van... Harry Potter, moeten we het daar nog over gaan hebben ooit? Of moeten we daar gewoon geen aandacht aan besteden? Zijn er eigenlijk mensen die überhaupt niet weten waarom we dit soort dingen, waarom we dit zeggen? Of is iedereen eigenlijk wel op de hoogte? Laat me dat vooral weten. Ik doe nog eventjes een klein stukje uit Stag. Want Gozert die heeft een eigen rubriek. Een horoscopenrubriek. Nou ja, Gozert, goede raad, want horoscoop staat doorgekrast. En het leek me leuk om er even eentje te doen. En ik doe de boogschutter, want die is totaal onafhankelijk. Ik ben geen boogschutter. Als jij een boogschutter bent, heb je helemaal geluk. Komt-ie, hè? Boogschutter. 23 november tot en met 22 december. Dus als je dan jarig bent, dan gaat dit over jou. Even proberen of mijn Gozert even te channelen. Komt-ie. Moet ik een muziekje? Nou, dat is wel leuk om even een klein beetje... van alle sterrenbeelden is de boogschutter de beste van allemaal. En niet omdat schrijver Pieter Koolwijk er eentje is, maar het helpt wel.
Ze zijn slim, grappig, stoer, lief, wijs en ontzettend vrolijk. Eigenlijk is er niets negatiefs over een boogschutter te zeggen. Ik bedoel, een boog en een pijl en daarmee op dingen schieten. Super fantastisch gaaf, toch? En dan ook al die fijne eigenschappen die er nog eens... En dan ook al die fijne eigenschappen er nog eens bij. Als boogschutter ben je al zo geweldig dat je helemaal niets anders hoeft te doen. Blijf gewoon zo doorgaan. Echt goed bezig. Ja, dat is dus Gozerts goede raad voor de boogschutter. Nou, die hoeft dus helemaal niks te veranderen. Nou ja, Pieter, die zal wel heel blij zijn. Want is een vraag voor Pieter dan, hè? Is, of voor iemand, is Gozerd dan ook boogschutter? Wat voor, nog eens eventjes een vraagje dan, hè? Wat voor, hoe heet dat? Wat voor, hoe heet zo'n ding? Horoscopen ding? Sterrenbeeld. Wat voor sterrenbeeld heeft Gozerd eigenlijk? Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Nou ja, laat het me weten. Ik ga afsluiten. We zijn toch nog veel te lang... Nou ja, weet je? Scheid. Een soort van...